Ja, ja. In de tas. In de tas. Ja, we nemen mee. Oh, oké. Danny! Zo. Zo. Zeg dat. Hoi. Hoi. Ik wil alleen wel één
sponsor noemen. Dat is onze topsponsor. Hij kon er vandaag helaas niet bij zijn. Hij zal proberen iemand anders te sturen. Ik weet niet of er iemand namens Kops hier nu is. Ik ben bang dat het niet gelukt is. Weliswaar is het tweede hun aandachtsgebied, maar laten we helder zijn, ook het tweede heeft een belangrijke bijdrage in dit kampioenschap. Ja, dat mag echt goed genoemd worden. En nou komt degene met de grootste mond van het stel. Dennis Oudemoes! Ellen die geeft hem over aan Tim. Jongens,
halve supporters ons op staan te wachten. Dus mannen, applaus voor de supporters. Super tof. Ik ben natuurlijk voor het eerste jaar trainer hier. En ik ben in augustus begonnen. En toen was er een soort van trainingsramp geregeld. En daar ben ik maar naartoe gegaan. En ik kom op een gegeven moment in de situatie dat we een avond hebben met z'n allen. Waarbij we een box mee hebben en we moeten allemaal zingen. En ik sta daar een beetje te kijken naar, stel ik je mafkees eigenlijk. En toen was er een moment dat Leon Schilder voor mij stond. En Leon Schilder, die zag er een beetje uit als dit. En die stond een beetje te wankelen van voor naar achter. Van voor. En ik was echt bang dat Leon ging vallen. Dus ik stond een beetje achter hem en Leon draaide zich om na een minuutje. En hij zei, trainer, dit is HSV. Yeah!